heeft denk ik die meditatie toch wel heel goed geholpen. Een pakketje van Dutch Scrunchies. Ik wil daar een tip voor meegeven. Ik had dus net dat gevoel heel erg. En dat komt dus omdat ik weer deels wat live lessen op school ga krijgen. Hi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en ik begin deze weekvlog even met een reality check. Ik ga eventjes heel eerlijk met jullie zijn. We zitten natuurlijk in een pandemie, dat weten we. Ik denk dat iedereen het wel herkent dat je gewoon wel eens heel veel moeite hebt met deze hele situatie. Ik moet zeggen, om heel eerlijk te zijn, ben ik de laatste tijd best wel, ja, I don't know, toch wel positief sta ik erin en gaat het allemaal eigenlijk best wel goed. En ik ben gewoon heel erg blessed met het feit dat ik best wel makkelijk gewoon thuis kan zijn en me daar ook best wel makkelijk in kan vermaken. Ja, I don't know, dat ik daar mijn weg wel in vind. Maar er zijn ook dagen dat het mij te veel wordt. En dat is er vandaag eentje. En ik lach, maar dat komt omdat ik het ook gewoon wel accepteer als ik een dag heb dat ik me gewoon even niet chill voel. Ja, het ding is dus dat ik het gewoon soms lastig vind om mijn motivatie voor school hoog te houden. En mijn motivatie is op zich wel hoog. Maar ik merk gewoon dat ik bij elk dingetje wat op me afkomt heel veel stress ervaar. En het ding is, ik kan er niet helemaal bij waarom. Maar ik heb vanochtend 3 online lessen gehad waar ik echt me niet druk over hoef te maken. Maar op de een of andere manier heb ik er toch moeite mee. Dat is gewoon heel vervelend. En ik denk dat dat gewoon natuurlijk deels is doordat alles gewoon anders is op dit moment. Het is niet hoe je je studie normaal gesproken volgt. En dat is natuurlijk, ja, daar moet je je wel op aanpassen. En dat gaat eigenlijk meestal heel goed. Maar ik heb ook dagen zoals vandaag dat het even niet zo goed gaat. En dat ik het liefst gewoon al die online lessen uit wil zetten. En gewoon voor mezelf dingen wil doen. Maar aan de andere kant wil ik natuurlijk ook gewoon hard werken voor school. Nou goed, moeilijk verhaal. Maar ik wil gewoon eigenlijk alleen maar met dit zeggen van, het is echt oké als je een dag hebt dat je het allemaal even niet aan kan. En dat je een dag hebt waar je echt denkt van, nou, haal mij maar even weg. En laat me met rust. Ik wil daar een tip voor meegeven. Ik had dus net dat gevoel heel erg. Ik sloot mijn online lessen af en ik dacht echt, ik trok het gewoon allemaal niet. Ik merkte gewoon dat alles gewoon een beetje hoog zat. En dat ik heel chagrijnig was en boos. En dat ik gewoon even niet de positiviteit ervan in kon zien. En toen dacht ik, ja maar Pam, dit is zo niet nodig. Want je hebt gewoon prima online lessen net gehad. Waarin je wel nieuwe opdrachten hebt meegekregen. Maar de opdracht heb je een week de tijd voor. En het hoeft niet perfect. Ja, dat ging me allemaal bedenken. Maar dan, als je lichaam daar niet in meegaat, ja, leuk. Dus toen heb ik op YouTube een meditatie aangezet. En ik stond hier voorheen nooit zo heel erg voor open. Maar de laatste tijd eigenlijk juist wel. Want ik wil juist dingen proberen om mezelf in dat soort situaties weer eventjes tot mezelf te laten keren en rustig te worden. En dat heb ik gedaan en het was zo fijn. Dus ja, ik wilde dat toch even laten weten van, mocht je in zo'n gestresste situatie zitten of dat je het even gewoon allemaal niet meer weet, neem eventjes dat momentje voor jezelf. Zet een meditatie aan of niet. Of ga gewoon in de stilte zitten en laat eventjes alles bezinken of zo. Dat heeft me echt oprecht goed gedaan. En nu, ja, ik weet niet, nu voel ik me ook gewoon weer veel rustiger. En ik heb net geprobeerd om een opdracht te maken voor school. Heb ik het deels gedaan en toen dacht ik, nee, dit voel ik nu niet. En heb ik het ook gewoon uitgedaan, weggelegd. En soms is het goed om die keuze te maken. Dus ja, dat wilde ik even laten weten. Een beetje een ander begin van de weekvlog. Maar goed, ik wilde gewoon deze negatieve dingen gewoon even omzetten in iets positiefs. En toen dacht ik, ik laat het even aan jullie weten. Oké, ondanks dat ik dus vandaag echt helemaal klaar met alles was en echt de dag best wel shitty begon, heeft denk ik die meditatie toch wel heel goed geholpen. Want daarna heb ik gewoon echt mijn shit weer bij elkaar geraapt en heb ik echt best wel veel gedaan. Ik heb eventjes mijn zangstuk gestudeerd en daarna heb ik geholpen bij de online open dag van mijn school. En net heb ik nog mijn video geëdit en gisteren had ik ook een video geëdit, dus ja, ik mag eigenlijk niet klagen. En nu
dacht ik dus eigenlijk ik ga douchen. Maar toen kreeg ik een ingeving dat ik echt eventjes mijn foto's moet uitzoeken. En eventjes dingen moet updaten voor in mijn 2020 mapje. Want ik sla altijd mijn foto's op een harde schijf. En dat heb ik voor 2020 eigenlijk nog niet echt gedaan. Dus dat ga ik nu doen. Ik moet heel dringend mijn haar wassen. Want het is echt, nou, bizar vet. Maar dat kan ook straks. Dus ik ga eerst dat even doen. En ondertussen lekker YouTube-video's kijken. En dan ga ik daarna douchen. En dan is deze dag voorbij. Dus ik ben echt best wel trots. Ik heb echt ontzettend veel gedaan. Terwijl ik eigenlijk gewoon echt dacht dat ik niks meer zou kunnen doen vandaag. Omdat ik zo chagrijnig was. Maar I did it. Goed, vandaag heb ik echt een super lange to-do-list afgewerkt. Waar ik echt heel blij mee ben. Ja, ik heb eigenlijk een hele goede dag gehad. Alleen op een gegeven moment werd ik weer ontzettend chagrijnig en super geprikkeld. En alles wat misging, werd ik helemaal gek. En oh, ik word soms zo moe van mezelf. Ik kan er echt niks anders over zeggen. Maar ik heb deze week gewoon echt een week dat ik het allemaal gewoon even niet meer op een rijtje heb. Terwijl aan de andere kant, zoals ik al zei, heb ik wel vandaag superveel nuttige dingen gedaan. En daar ben ik heel blij mee. I don't know wat het is, maar het is gewoon heel frustrerend. Maar goed, voor vandaag ben ik in ieder geval klaar met alles wat ik moest doen. Dus ik ga nu lekker beneden, lekker YouTube-video's kijken en gewoon een beetje chillen. En morgen ga ik ook even proberen om even te doen. Sorry dus dat ik vandaag echt niks leuks aan jullie heb laten zien. Het spijt me echt. Ik zal proberen om dat deze week natuurlijk nog wel gewoon lekker te doen. Maar ik dacht ik update jullie wel eventjes. Want ja, beter iets dan niets, zeggen we dan maar. Hola, het is tijd dat ik jullie eventjes bij ga praten. Ik zet jullie even hier neer. Vandaag ga ik terug naar Tilburg. Terug naar mijn kamertje. En dat komt dus omdat ik weer deels wat live lessen op school ga krijgen. Dat hadden we eigenlijk al vanaf deze week. Maar ik had deze week besloten om nog even thuis te blijven en gewoon de lessen online te volgen. Maar het is nu weer tijd om terug te gaan en om ook gewoon wel naar de fysieke lessen te kunnen die we hebben. Dat zijn voornamelijk 1-op-1 lessen. Dus alleen met de docent. Ja, ik weet niet. Ik vind het altijd zo dubbel als je zo lang weer in een lockdown heb gezeten, of we zitten nog steeds in die lockdown, begrijp me niet verkeerd, want wij hebben ook gewoon heel veel lessen nog online de komende tijd. Maar ja, wat ik altijd gewoon heel lastig vind, is dat ik me heel erg kan hechten aan mijn huis hier en aan mijn huis in Tilburg. Dus als ik een van de twee dan weer moet verlaten, dan vind ik dat toch altijd moeilijk. Dus ik vind het nu ook best wel ergens een beetje moeilijk om hier weer weg te gaan en om dan weer in Tilburg te gaan zitten. Zeker nu met die lockdown die we nog hebben. En we toch ook wel veel online les hebben. En met de avondklok die er nu aankomt, zal ik toch wel ook heel vaak alleen zijn. En op zich kan ik dat prima. Maar ik vind het gewoon wel, ja, ik weet niet. Ik vind het wel ergens toch een beetje spannend of zo. Omdat ik vind hier gewoon heel fijn dat ik gewoon 's avonds lekker met mama op de bank kan zitten. En lekker tv kan kijken samen. En dat je gewoon wel continu iemand hebt, zeg maar. En dat zal nu in Tilburg wel wat minder zijn. Normaal heb ik daar natuurlijk geen last van, omdat ik dan gewoon de hele dag op school zit. Maar dat gaat nu ook niet zo zijn. Want we hebben heel veel lessen gewoon nog online. Dus dat vind ik wel gewoon, ja, ik vind dat wel pittig of zo. En wel eventjes schakelen. Maar goed, we gaan het gewoon doen. En we zien wel hoe het gaat. En ja, ik vind het gewoon wel fijn dat ik me hier thuis voel. Maar dat ik me ook daar thuis voel. Dus wat dat betreft is dat helemaal prima. Ja, we moeten gewoon weer even omschakelen. En ik hoop gewoon dat het wel gewoon een beetje oké zal gaan. Dan gaat het leven weer een beetje beginnen voor mij. Een heel klein beetje. Want ja, nog steeds is er een lockdown en die zal ik ook nog steeds blijven voelen, ondanks dat ik wat lessen op school krijg. Ik heb weer veel te lang gepraat, maar deze update was even nodig. Dus dan weten jullie ook waarom ik dan de aankomende dagen weer in Tilburg ben. Ik ben weer terug in mijn kamertje in Tilburg. En ja, ik merk dat ik me op zich wel gewoon goed voel om hier te zijn. Maar ik merk ook dat ik het heel raar vind om hier weer te zijn.
Maar goed, ik ben er ook volgens mij nu pas een uurtje. En ik heb alles opgeruimd en zo. Dus nou ja, ik weet niet. Het is gewoon raar. Ik kan er niet zo heel veel aan doen. Ik bedoel, dit is ook gewoon mijn thuis. En dit is ook gewoon mijn kamer. Maar goed, toen ik hier kwam heb ik een pakketje gekregen. Dus ik dacht, ik laat die gelijk eventjes aan jullie zien. Ik ga hem openmaken en dan gaan we het zien. Dat dacht ik al. Het is een pakketje van Dutch Scrunchies. Dit is een beginnend bedrijfje op Instagram. En zij heeft aan mij gevraagd of ik wat dingetjes wilde uitzoeken. Ik doe dit niet altijd. Ik krijg vaker berichtjes van kleine bedrijfjes of ik iets wil uitkiezen. En ik zeg daar niet altijd ja op, omdat ik niet... Ja, ik wil gewoon niet altijd alleen maar spulletjes binnenkrijgen. Ik vind wel dat het iets moet zijn wat bij mij past. Maar ik vind het wel heel erg leuk om kleine bedrijfjes te supporten. En daarom doe ik het af en toe wel. En vind ik het ook super leuk om het met jullie te delen. En nou, dit keer dus van Dutch Scrunchies. En ja, zij verkoopt, zoals de naam al zegt, scrunchies, maar ook haarbandjes en nog allemaal andere dingetjes, mondkapjes ook. Nou, in ieder geval echt ontzettend leuk. Neem vooral even een kijkje op de Instagram. Het eerste wat ik heb ontvangen is deze scrunchie. Ik had aan haar gevraagd of zij voor mij een scrunchie wilde uitkiezen. Omdat, ja, ik weet niet, dat leek me wel leuk. Want dan wist ik niet welke er binnen zou komen. En ja, dat vind ik gewoon heel erg leuk. En het is deze uiteindelijk geworden. Super leuk. Ik heb ook nog niet zo'n kleur als deze. Dus daar ben ik echt ontzettend blij mee. Dat is heel goed gekozen. En ja, jullie weten allemaal dat ik fan ben van scrunchies. Ik moet zeggen, de laatste tijd draag ik het wel minder. Dat komt denk ik ook omdat ik het in de zomer meestal wat leuker vind. Maar goed, ik vind het alsnog super leuk en super chill. Dus ja, dan het tweede pakketje. Dit is iets wat ik wel zelf heb uitgekozen, omdat ik dit echt super goed vond. Dit zijn namelijk uitwasbare... nu ben ik even de naam kwijt. Oh ja, wattenschijfjes. Wow, ik was het echt even helemaal kwijt. Maar goed, uitwasbare wattenschijfjes dus. En ja, dit vind ik gewoon, dit soort dingen vind ik gewoon echt ontzettend goed. Want dat is gewoon veel beter voor het milieu. Ik probeer ook echt wel minder dat soort dingen te kopen. Dat lukt nog niet altijd. Want ik merk toch wel dat het ook wel heel handig is om wel wat wattenschijfjes in huis te hebben. Maar ja, ik vond dit echt super goed. Dus ik dacht, ik ga dit proberen. Dus nou, heel erg benieuwd naar of dit een beetje gaat werken. En dit is wat ik van haar heb gekregen. En ja, echt super blij mee. Ik ga vooral even haar Instagram checken. Ze maakt echt super leuke items. Dus ja, het zo makkelijk vinden. Ik ben nu trouwens bezig met deze serie, de K van Carlijn. Dat is elke week op tv, maar ik kijk het vooruit via Kijk. En ja, echt een hele... Ja, ik weet nog eens goed hoe ik moet omschrijven, want het gaat dus over borstkanker. Het is echt... zo'n ontzettend leuke serie. Als in het onderwerp is natuurlijk niet leuk. Maar ja, er wordt zoveel humor in gebruikt. Wat het luchtiger maakt. En fijner om naar te kijken. Maar tegelijkertijd zie je ook ja, hoe het is om borstkanker te hebben. Wat weer heel heftig is. Dus nou, ik vind het gewoon echt een hele mooie serie. Dus check it out als je het nog niet hebt gezien. Ja, ik heb net boodschappen gedaan. Hele tas vol. Want ja, ik had natuurlijk helemaal niks meer in huis. Dus ik heb even boodschappen gedaan. Maar ik heb vandaag zo'n ontzettend drukke dag gehad. Dat ben ik gewoon niet meer gewend. Ik had echt superveel online lessen vandaag. Ja, online en fysiek. Want ik had ook balletles vandaag. Zangles. En daarna nog een 1-op-1 lesje voor ensemble. Om een solo door te nemen. Druk, druk, druk. Het is nu 6 uur en ik heb nu net boodschappen gedaan. Dus ik ga nu lekker eten maken. Ik heb echt superveel honger. Want ik heb ook niet geluncht. En... dat doe ik de laatste tijd wel vaker niet. En ja, dan schiet het er gewoon bij in. En ik weet niet, ik heb de laatste tijd ook gewoon minder last van vreetbuien. Wat eigenlijk ook wel weer positief is. Maar daardoor heb ik nu wel echt heel veel honger. Dus ja, ik ga even mijn boodschappen inruimen. En dan ga ik lekker koken. En dan ga ik lekker op de bank zitten, tv kijken. Of een serietje, weet ik nog niet. Dus dat zien we zo meteen wel. Het lijkt wel alsof ik elk weekend een soort van instort. Ik word echt helemaal gek. Volgens mij heb ik ook echt in de afgelopen week vlos bijna elk weekend wel gezegd dat ik me niet lekker voel of iets in die trant. Maar het is vandaag weer zo. Ik werd wakker met knallende koppijn. En het gaat gewoon maar niet weg. Het is op dit moment 3:15. Zoveel hoofdpijn.
Ik heb al paracetamol ingenomen, maar... Het werkt gewoon niet. Super rustig opgestart en zo, maar nou... Het gaat gewoon niet weg, dus dat is balen. Ik denk dat het komt omdat ik ongesteld moet worden. Want ik heb wel vaker echt last van hele erge hoofdpijn als ik ongesteld ben. Of tenminste, ik ben het nu nog niet, maar moet het wel worden. Dus ik denk dat het daardoor komt. Maar het is wel echt heel vervelend, want ik word er echt oprecht gewoon moe van. Je hebt gewoon continu zo'n heftige druk op je hoofd en dat is gewoon echt niet fijn. En daarbuiten ben ik ook gewoon zo'n stresskip. Oh, I fucking can't. Ik weet niet, ik stress gewoon over heel veel dingen en ik kan daar echt helemaal niks aan doen. En ik moet het niet doen en ik moet gewoon normaal doen, maar... Dat is moeilijk. Hallo, hier ben ik. Het is vandaag maandag en ik dacht ik ga eventjes maandag aan de vorige... Aan de vlog die jullie nu bekijken plakken. Want ik heb vanaf zaterdag denk ik niks meer gefilmd. Volgens mij heb ik zaterdag nog wel laten weten dat ik me niet heel lekker voelde. En dat ik hoofdpijn had. Nou, die hoofdpijn die was uitgemolken. Uitgegroeid. Die hoofdpijn was uitgegroeid naar flinke. Ja, ik denk dat het toch een soort migraine was. Ik heb als kind ook migraine gehad. Heel veel jaren niet. Maar nu had ik er dus weer een keer last van. Ik had echt ontzettende hoofdpijn aan deze kant van mijn hoofd, zeg maar. En bij mijn ogen ook en zo. Nou, dat is meestal dus gewoon een beetje, ja, migraineachtig. Ik heb niet moeten overgeven of dat soort dingen. Maar ik heb zaterdagavond de hele avond in het donker in mijn bed gelegen. Met knallende koppijn. En de volgende dag had ik een fotoshoot in Amsterdam. Superleuk. Ben ik heen gegaan. Maar toen had ik dus ook nog steeds super erg hoofdpijn. Maar goed, dat heb ik wel gedaan. Maar toen ben ik daarna naar mijn moeder gegaan. En toen heb ik vannacht met mijn moeder geslapen. En dan ben ik vanochtend weer terug naar Tilburg gegaan. Dus daar ben ik nu gewoon weer. Dus jullie hebben me niet zien veranderen. Maar het was eventjes een pittig weekend wat dat betreft. Ik heb echt al ontzettend lang geen last gehad van zulke erge hoofdpijn of migraineachtig. Maar ja, blijkbaar werd de stress of zo een beetje te veel. En heb ik 2 dagen met echt vreselijke hoofdpijn gewoon... Ja, ik wist gewoon niet wat ik moest. Ik had ook superveel pijnstillers ingenomen. 5 paracetamol. De volgende dag ook 2 paracetamol. Nog een ibuprofen. Niks hielp. Het was echt bizar. Vandaag ging het gelukkig weer best wel goed. Ik ben ook naar school gegaan. En ik merk nog wel dat ik gewoon heel licht ver weg nog een beetje hoofdpijn heb. Maar het is wel echt stukken beter. Dus daar ben ik echt... ontzettend blij mee. Maar goed, ik wilde dat dus even vertellen, want daardoor hebben jullie dus echt 2 dagen weer niks leuks van mij gezien, waar ik echt super van baal. Maar goed, that's life en dat kan gebeuren in de weekvlog. Dus ik dacht, ik plak dit er gewoon even achteraan en dan begin ik morgen met een nieuwe weekvlog. Dus ja, ik hoop dat jullie het begrijpen. Dan heb ik het in ieder geval uit kunnen leggen. Het was eventjes flink balen, maar goed, we zijn er weer. Nou goed, bij deze ga ik dan deze vlog afsluiten. En dan hoop ik dat volgende week een wat beter weekje wordt. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Er komen trouwens ook normale video's aan. Daar ben ik mee bezig. Maar daar ga ik een beetje mee vooruit werken. Zodat ik niet allemaal last minute hoef te doen. Dus dat komt er in ieder geval aan. En ja, heel erg bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video. Doei doei!